Ah, dat zijn allemaal lekkere dingetjes. Hè? Mooie tomaatjes. Hollands producten. Cherry tomaatjes. Paprikaatjes. Mm. Dit is topkok François Geurts. Hij kreeg onlangs opnieuw een Michelinster, deze keer voor zijn Rotterdamse Foodlab. Daar experimenteert hij graag met eten en dat doet hij dit keer met de inhoud van een voedselbankpakket, zonder vlees of vis. In dit geval missen we die wel, dus je zult wel de vegetarische variatie zien die wij hier gaan maken. We gaan in dit geval roeien met de riemen die we hebben. Ik denk dat we hier een soort pannenkoek van gaan maken. Gebaseerd op de Japanse pannenkoek, ook een omiyaki. Dat is in Japan vroeger in de tijden dat wat minder was, gebruikten ze ook koolsoorten om een hele mooie Japanse bergpannenkoek te maken. De pannenkoek gaan wij de doperwten en de wortelen gebruiken. En dat is niet het enige. Met zoveel mogelijk producten probeert François een feestelijke maaltijd te maken. Niets wordt weggegooid. Als je aan het koken bent, dan heb je natuurlijk allerlei afsnijdsels. Nou, dat gaan we allemaal bewaren en daar gaan we ook weer bouillon van maken. Dat ziet er goed uit, maar niet iedereen is een sterrenkok. Nog tips, François? Ja, maak gewoon een soort van dagindeling en ga op die manier te werken. En dan kun je ook heel bewust koken. Dingen die iets langer kunnen hebben en wat droger zijn, kun je iets meer naar het eind van de week. Dingen die mooi vers en een kortere levensduur hebben, begin van de week. En probeer vooral wat dingetjes de rest verwerken, in dit geval hè, de groentes en de stukjes paprika, daar kun je een geweldige bouillon van trekken. Klinkt goed, we gaan het onthouden. En voor nu, eet smakelijk.